Rico Jan Brands, jullie winnen hier met 2-1, maar het was nog even een hectische slotfase. Hè? Ja, dat kun je wel zeggen. En, we krijgen volgens mij 10 minuten voor tijd krijgen we de rode kaart. Ja, dan weet je dat hun de bal erin gaan pompen. En, we hadden er wel vertrouwen in dat we het dicht zouden houden. We wonnen ook, de eerste bal wonnen we vaak. Alleen de tweede bal viel dan 2 of 3 keer verkeerd, waardoor je er nog in kan vliegen. Ja, het had zomaar gelijk kunnen zijn. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Die rode kaart van Gerrit Tol, heb je dat van dichtbij kunnen zien? Was het een rode kaart? Niet van dichtbij gezien, maar ja, hij gaat puur voor de bal en is een fractie van een seconde eerder, die jongen. Ja, en dan plant hem op zijn binnenkant van zijn enkel of iets dergelijks. Ja, naar mijn mening niet bewust en kan hier ook een gele kaart voor geven. Ja. Nou, jullie beginnen die eerste helft eigenlijk gewoon prima en met rusttijd met 2-0 voor. Het lijkt dan gewoon een reguliere overwinning te gaan worden, maar jullie maken het je eigenlijk zelf moeilijk in die tweede helft. Wat deden jullie niet goed? De eerste helft zie je dat we gewoon goed positiespel spelen. En dat hun dus uiteindelijk hun formatie ook om gaan gooien, omdat ze het gewoon niet goed hebben staan. En de tweede helft vergeten we dat. Dus vergeten we de bal laag te houden, positiespel te spelen en ja, ze uiteindelijk kapot te spelen. Ja. En dan breng je jezelf eigenlijk in de problemen, zeker als zij dan ook nog de aansluitingstreffen kunnen maken. Ja, ik weet niet. Je gaat misschien wat achteruit lopen, terwijl je vooruit moet lopen. En ja, weet je, ze proberen de hele tijd de bal in de hoeken te leggen. En dat hadden we tot aan de tegengoal, hadden we dat goed staan. En ja, het kan een keer fout gaan en dan, ja, dan wordt het gelijk afgestraft. En dan kom je in de slotfase nog heel goed weg, want 3 grote kansen hadden ze nog om de gelijkmaker alsnog binnen te schieten. Ja, uiteindelijk wel. Dus, er zit een beetje geluk bij. Ja, wat zal ik erover zeggen? Wij kunnen ook 2 keer scoren nog via William. Dus dan is het duel al lang gespeeld. Maar inderdaad, hij had nog 2. Het had nog de verkeerde kant op kunnen vallen. Ja, ja. Het was dan niet een terecht gelijk spel geweest, maar het had zomaar kunnen gebeuren. Nee, ik vind dat wij gewoon een verdiende 3 punten uiteindelijk gepakt hebben. Vooral op basis van de eerste helft. Spelen we dominant, komen we gewoon verdiend op 2-0 voorsprong. Ja, en overal vind ik dat we niet echt in de problemen zijn gekomen. Dus verdiend. Het enige wat jullie jezelf kunnen verwijten is dat je gewoon niet sneller die wedstrijd al in het slot gooit. Ja, precies. Dus daar krijgen we nog 2 of 3 kansen voor. Gewoon 100% kansen. En ja, diegenen weten dat ze erin moeten, maar helaas. Gelukkig blijft het 2-1 en nemen we de 3 puntjes mooi mee naar huis. Ja, en blijft de Urk voorlopig gewoon heel goed meedoen, hè, bovenin. Ja, we houden de druk erop bij de rest. En ja, de rest moet maar zijn wedstrijdjes winnen volgende week. Als wij een bekerwedstrijd hebben. En dan kunnen we lekker kijken wat de concurrenten doen. Gefeliciteerd. Dankjewel.